Eindelijk een keer bij Ilaat in Arnhem, waar ik eigenlijk geboren ben, vlakbij Arnhem. En Onof, hoe lang geleden is het dat je met Ilaat bent begonnen? Ik werk er nu 14 jaar en dit jaar bestaat Ilaat 15 jaar. Ja, en wij zaten in 2011 in de auto en je zei van ja, de netbeheerders die vinden dit belangrijk, want daarmee kunnen we het energienetwerk stabiliseren. Dat was toen al 100% overige capaciteit, hadden we toen. Maar je zei, daarvoor sorteren we voor. Hoe zit het ermee op dit ogenblik? Is dat nog steeds het nut van Ilaat? Ja, het is eigenlijk actueler dan ooit. Die batterij, wat een auto op wielen is, die blijft enorm relevant. Mm-hmm. En hoe we die batterij gaan gebruiken in die auto, dat is natuurlijk iets wat het net enorm gaat ondersteunen. Wat enorm het net gaat helpen. Zoals ja. Iedereen weet is er schaarste op het net. Ja, dus die overcapaciteit van 100% die is echt op sommige gebieden en sommige tijden is die niet weg. Ja. En we hebben nu zeg maar honderdduizenden auto's die dus gewoon laden. En ja, jullie zijn al een hele tijd bezig met slim laden. Hoe zit het daar mee? Om daar standaarden voor te maken en dat uit te rollen? Ja, ja. Nee, de palen zijn er technisch klaar voor. Dat hebben we al het afgelopen jaar geregeld. En nu langzamerhand zijn we proposities aan het maken waarmee CPO's... niet wij doen dat, doen zij. Ja. Waardoor ze met klanten laden op momenten dat het op het net ook kan. Ja. Met die schaarste moet je soms het vermogen wat reduceren. Dat is niet vaak, maar soms is dat nodig. Aha. En dat kan met het netbewust laden programma. Oké, okay. Netbewust laden, dat wordt dus nu ook echt uitgerold. Daar gaan we ook iets aan merken als gebruikers, zeg maar. Ja, dat is eind dit jaar, dan is dat operationeel. Ja. En als je dan in een gebied bent waar netcongestie is op een bepaald moment, dan kan het zijn dat je het vermogen van je auto gedurende een bepaalde periode even wat verlaagd wordt. Ja. Uiteindelijk zal dat aan het einde van het verhaal, zul je daar weinig van merken, want die batterij is nog steeds gewoon vol op het moment dat jij weggaat. Ja, en dan hebben we dat enerzijds voor de publieke palen, hè? Dan zit het in alle aanbestedingen en dat komt er allemaal in. Dat hebben jullie ook geregeld, zeg maar, met standaard documenten. En hoe zit het met alle private palen? Wordt het daar ook in geregeld? Ja, het sturen achter de meter. Hè? Dus zorgen dat wat daar gebeurt ook kan op het moment dat het net het aan kan. Dat is ook iets waar we heel druk mee zijn. Waar nu standaarden voor worden gemaakt. Ook, dat doen wij bij Ilaat ook. En het is natuurlijk zo dat de warmtepomp, de inductieplaat, de thuisbatterij, alles heeft invloed op het elektriciteitsnet. Ja. En daarvoor moet je wat regelen en dat zijn we hier aan het doen. Dat gaan we doen. Dus ook hartstikke mooi dat daar, en jullie bedanken natuurlijk al de eerste standaard gemaakt in de hele laadpalenwereld. Die wereldwijd overal gebruikt wordt voor afrekenen en zo en in interoperabiliteit. Ja. En dat gaat nu hartstikke goed. Nou, als we dan even kijken naar de grotere jongens, de vrachtwagens, wat zijn jullie daar aan het doen? Ja, nou ja, wat eigenlijk de ontwikkeling van de laatste tijd is natuurlijk logistiek is aan het elektrificeren. Dat betekent dat vrachtwagens, zeer behoorlijke vrachtwagens, ook elektrisch gaan worden. Die laden natuurlijk met hogere vermogens, 1 megawatt en meer. Mm-hmm. Dat is weer aparte infrastructuur. Die wordt hier onder andere op dit industrieterrein ontwikkeld. Er zijn een paar hele grote bedrijven hier, Mylands, UMS, Allego, die zijn daarmee bezig. Die zitten hier allemaal in dit. Dit is gewoon een ecosysteem van laden en elektriciteit. Ja, klopt. Ja. En je zei ook, er komt een Europese infrastructuur. Er is 500 miljoen voor opgehaald om 500 miljoen zware vrachtwagens, laders, langs de snelweg te installeren. Ja, er is hier een initiatief van een aantal vrachtwagenbouwers, internationaal. En dat komt samen in een bedrijf dat heet Mylands. En die zijn hier onder andere op het terrein gevestigd. En die rollen elektriciteit of infrastructuur uit door heel Europa. Ja, dus dat gaat ook heel goed. Zijn er al standaarden voor de stekker en voor de hoeveelheid capaciteit en het protocol en zo? Die zijn er voor de megawatt charger, zijn die er. Maar die vermogens worden steeds hoger en daar vindt nog steeds een ontwikkeling plaats. Oké. Okay. Dus, dan natuurlijk ook elke keer weer moeten we stabiliseren en het slimmer gebruiken. Vehicle to grid, daar moeten al die auto's geschikt voor zijn. Maar hoe staat het daarmee? Zijn daar al standaarden voor? Nou ja, terwijl we hier staan, dan staan hier twee Kia's. Ze heeft meebeweegd. Ja, praat maar door. En die worden op dit moment getest op V2G. Om te kijken hoe ze reageren. En met welke protocollen ze werken. Nou, er is nog heel veel te doen. Mm-hmm.
Maar dat is het begin en dat zal de komende jaren zal dat echt een vlucht gaan krijgen. Er is enorm veel belangstelling voor. Ja, en de standaarden daarvoor, zijn die al, is dit een eigen standaard of zijn er al Europese standaarden gedefinieerd? Ja. Nee, dit is voor deze auto is dat een eigen standaard. Wij zijn wel in een Europees traject betrokken, Scale heet dat. En daar proberen we standaarden te maken die voor iedereen werken. Okay. En die niet proprietary zijn. Ja, oké. Dus dat duurt nog een tijdje. Ja. Dat zullen we misschien einde van deze decade gaan merken. Voordat de helft van de auto's daar geschikt voor is. En dat er allemaal standaarden voor zijn en dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Dan even van, heeft het ook het doel gehad wat Ilaat wilde? Dat je helpt met deze initiatieven om het netwerk te stabiliseren en dat je niet dat het ook succes heeft, zeg maar. Want het is nu echt een probleem. Gaat dit echt helpen om die huizenhoudens en die laadpalen gewoon slim aan te sturen? Ja, wij zijn in 2009 opgericht om de impact van elektrische auto's op het netwerk te onderzoeken. Ja. Nou, volgens mij weten we nu met z'n allen dat die impact heel groot is en alleen nog maar groter wordt. Dus ik denk dat het super relevant is dat we daar de afgelopen jaren gewerkt hebben. En de komende jaren ook nog heel veel werk is voor logistiek, voor bouwmateriaal wat hier ook omgebouwd wordt. Ja. Voor heel veel. Dus heel relevant nog steeds. Ilaat, die zit wel voor de komende 5 jaar zit je wel weer stevig in het netwerk? Ja, we hebben de komende jaren meer dan genoeg werk. Het wordt eigenlijk alleen maar meer. Dus voorlopig... Het feit dat je nu 10 keer zoveel ruimte hebt als in het vorige, die gaat gewoon op. Je weet maar nooit. Misschien moeten we nog een halletje erbij huren, ik weet het niet. Ja, want ik zag op een gegeven moment van die prachtige bouwdingen. Enorme schuivers en enorme dingen. Ja. Dat zijn gigantische. Ja. Dat is niet van die kleine autootjes. Ja. Je doet naar serieuzere werk. Ja. Nee, maar goed, in deze hal kan bijna alles naar binnen. We hebben zelfs een Arnhemse trolleybus binnen gehad. En die zijn geloof ik meer dan 20 meter lang. Dus daar kunnen een hele hoop. Maar goed, en er is ook waardering voor jou. Van de netbeheerders zijn er blij mee en Europa is er blij mee. En dat is wel goed geregeld nu. Ja, ik denk dat we een hele mooie positie hebben binnen het netwerk, binnen het ecosysteem. Ja. We zijn ondersteunend aan de netbeheerders, maar ook ondersteunend aan heel veel andere partijen. Ja, en dit hele terrein wordt dus nu gewoon een ecosysteem voor slim laden en interessant laden en groot laden. Nou, dankjewel. 14 jaar, 15 jaar. Hartstikke mooi. Graag gedaan.